Diversiteit, dat is het onderwerp van de nieuwste aflevering van Biepappalooza. Maar wat is het eigenlijk? Hoe bereik je het? En waar loop je zoal tegenaan? Daarover ga ik het hebben met Bushra Talidi, programmamanager diversiteit en inclusiviteit bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diederik Carrasso, directeur Stedelijk Museum Schiedam. En Theo Kemperman, directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam. En dat gaan we allemaal doen hier achter mij in het Verhalenhuis Belvedere hier te Rotterdam. Anja, jij bent van het Verhalenhuis Belvedere. Klopt. Wat doen jullie allemaal bij het Verhalenhuis Belvedere? Nou, we vertellen de persoonlijke verhalen van mensen, gemeenschappen in de stad Rotterdam. En we hebben 175 nationaliteiten hier wonen, bijna de hele wereld. En wij denken dat iedereen een verhaal heeft en dat het waard is om daarnaar te luisteren. En we doen het op verschillende manieren. Dus in de volkskeuken bijvoorbeeld. We nodigen een Rotterdammer uit. Die komt zijn levensverhaal vertellen, zijn lievelingsgerecht koken. We hebben een expositieruimte. Daar hebben we 3 à 4 keer per jaar een andere expositie. We hebben de luisterlobby, waar je met de koptelefoon op kunt luisteren naar verhalen van Rotterdammers die we letterlijk ophalen in de stad met een mobiele studio, een omgebouwde schaftkeet. En we organiseren ook ontdekkingstochten en wandelingen. Ja, nou, mooie voorbeelden van hoe jullie de gemeenschap er echt bij betrekken. Ja, hoe je dat precies doet, dat ga ik proberen te achterhalen tijdens de nieuwste aflevering van Biepappalooza.